En ik eet. Ja? Pannenkoeken. En ik hou. Dansen. Nu gaan we de eindpresentatie doen van de muzikale reis. Dat is een cursus wat ik op deze school heb gegeven. En het is via de muziek gaan we kennis maken met verschillende landen en culturen. Che kofisa. Che che kofisa. Kofisa langa. Kofisa langa. Langa si langa. Langa si langa. Doem. Abebe doem. Abebe doem. Wat hebben jullie gedaan dan deze week? Geoefend voor ons diploma en voor onze presentatie en die liedjes. Gaan dansen, gaan we zingen, gaan we Marokkaans dansen of zingen. Waar hoort deze activiteit bij? Het is een verlengde schooldag activiteit. Het zijn van die extra activiteiten wat de kinderen aangeboden krijgen via de school. 1, 2, 3, 4. Clap and snap and clap and snap. We do it on the chin, on the belly and the back. And we jump on the ground. And we move it, move it, move it by the sound. Clap and snap. Alle verschillende klanken wat je eigenlijk heel simpel met je lichaam kan produceren zonder instrumenten. Dat is een beetje ook waarop ik mijn lessen gebaseerd. Ik probeer niet te veel instrumenten te gebruiken, maar met het zingen en body sound en kleine dingetjes toch geluid maken. Wie komt te kijken? Alle moeders van de kinderen. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig, maar het gaat wel eens goed. Ik ben ook een beetje zenuwachtig met moeders en zo. Zit er al talent in deze groep? Ja, ze zijn allemaal eigenlijk heel muzikaal. Ze kunnen allemaal heel mooi zingen. En ja, volgens mij zouden ze best veel mee kunnen.